Goedemorgen. Ik ben inderdaad Rick Tors. Ik probeer dat noodlot al een tijd te ontlopen, maar het lukt niet. En dan leef je er maar beter mee. Ik ben een voorstander van onzekerheid en vooral tegenzekerheid. Waarom ben ik er tegen? Omdat het het leven kleiner maakt. Ik ben ervan overtuigd dat hoe zekerder je bent, hoe meer van het leven je mist. En ik wil het heel simplistisch houden, heel gemakkelijk, intellectueel, toegankelijk voor iedereen. En daarom begin ik met een voorbeeld uit Vlaanderen. In Vlaanderen hebben wij ook filosofen. Dat is een hele verwezenlijking. We hebben er verschillende eeuwen over gedaan. Maar onze meest fameuze filosoof heet Etienne Vermeers. Hij is al heel oud, 80 geworden, drinkt veel, rookt af en toe nog een Havana-sigaar. Maar hij blijft ademen, de dood treedt niet in. En ondertussen teistert hij, laten we zeggen, de beeldbuis, de kranten, hij blijft doorgaan. Maar Etienne Vermeers is dus een echte Vlaming. Hij is zijn carrière begonnen als novice bij de Jezuïeten. Hij geestelde zichzelf voor het open raam van de plek waar hij woonde, want dat hoorde erbij, zelfgeesteling. Je maakt daar alleen maar geestelijke vooruitgang mee. Hij geloofde heel erg in God en meer van die dingen. En dan gebeurde er iets vreselijks met hem. Twijfel overmande hem. Dat stond niet in het programma, dat was niet de bedoeling, maar het overkwam hem toch. En op een gegeven moment verliet hij de Jezuïetenorde. Nu, op zichzelf betekent dat al niet heel veel. Doorgaans blijft een Jezuïet een Jezuïet. Eerst is hij Jezuïet en daarna blijft hij in zekere zin ongelovig op zijn manier. Nu, het probleem met Vermeers was dat hij, toen hij was uitgetreden bij de Jezuïeten, assistent werd aan een sympathieke regionale universiteit in Vlaanderen, de Universiteit Gent. En tijdens de week vorste hij, dacht hij filosofisch bijzonder diepzinnig na, en geloofde hij niet in God. Hij was ervan overtuigd dat God, waar hij inmiddels een erg intieme relatie mee had uitgebouwd, niet bestond. Tijdens het weekend daarentegen woonde hij de zondagsviering bij en zat hij vroom op zijn stoel te wachten en God te prijzen. Dat heeft hij 1 jaar volgehouden. Hij vond dat compleet ondraaglijk. En daarna is hij gewoon vlijtig atheïst geworden. Het enige onderwerp waar hij kan over spreken blijft nog altijd de God die niet bestaat, dat is een detail. Maar hij werd duidelijk atheïst. Hij zei het was ondraaglijk, die periode tussenin, onmenselijk om daarmee te leven. Terwijl het wellicht de beste periode van zijn bestaan was. Eindelijk dubbelzinnigheid. God kon zowel wel als niet bestaan. De enige zekerheid was dat hij voor het bestaande zondag had uitgekozen voor het niet bestaande weekdagen. Er zat enige ordening in, een hulpmiddel om met onzekerheid te leven. Maar finaal dubbelzinnigheid, ambiguïteit. 1 moment heeft Etienne dat in zijn leven gehad. 1 jaar vol van genade. Daarvoor een troosteloos geloof in God. Daarna een troosteloos ongeloof in God. Je mist heel wat wanneer je zeker bent. Namelijk de hypothese of de mogelijkheid van het andere. Ik denk dat dat een kwaal is van onze tijd. Juist omdat we alles helder, transparant, duidelijk voor elkaar willen krijgen, botsen we vaak met wie en wat we zijn. Verhinderen we ons eigen mens zijn. Een maatschappelijke trend in Vlaanderen, om dat misschien even te illustreren. En ik weet het, Nederland is een volkomen ander land dat je op geen enkel moment kan vergelijken met wat ik nu ga vertellen. Maar
Wij leven in een samenleving waarin wordt gezegd dat wij authentiek moeten zijn. Echt. We moeten allemaal echte mensen zijn. Transparant, duidelijk, vooral geen hypocrisie, zoals onze ouders en grootouders, die deden alsof ze van hun partner hielden, terwijl de maîtresses stonden te stampvoeten in de kelder, die hun kinderen wisten aan te prijzen als genieën, terwijl de achterlijkheid er bij een eerste aanblik al van afdroop. De schijn moest per se elk moment worden hooggehouden. Wij zijn niet zo, wij zijn anders. Wij zijn transparant, recht voor de raap. Wij lopen met onze gevoelens te koop. Wij zijn een open boek, wij zijn echt. Geen onduidelijkheid. Maar natuurlijk zijn wij ook wel correcte mensen. Akelige dingen doen we niet. Bijvoorbeeld, we ontkennen de Holocaust niet. Dat is illegaal. Daarmee kom je in de gevangenis terecht. Zelf heb ik nooit overwogen om de Holocaust te ontkennen, tot ik vernam dat het niet mocht. Je zou trek krijgen om te zeggen, ja, de Holocaust heeft echt niet bestaan. Racisme is verboden, seksisme, in Vlaanderen ook verboden. Je mag over een vrouw niets onaardigs meer zeggen, of je gaat een jaar de gevangenis in, maar ook niets aardigs. Want natuurlijk zijn aardige dingen onaardig. Daar zit een superioriteitsgevoel in, subtiele vormen van vernedering. Hou je voor een vrouw de deur open, dan zeg je eigenlijk als man dat je de macht hebt om dat te doen. Subtiele mechanismen. Dus in die zin, houdt man voor u de deur open, loop onmiddellijk naar de politie. Laat u niet doen. Slechts wanneer hij ze dichtklapt op uw neus en u een bloedneus oploopt, hebt u respect gekregen dat u verdient. Dit maar om te zeggen, want ik wijk af. De lijn is eigenlijk deze. Wij willen aan de ene kant transparantie, oprechtheid, helderheid. En aan de andere kant zijn er steeds meer dingen die niet mogen. Regeltjes die uiteindelijk morele tekortkomingen vertalen in juridische deficienties. Je bent strafbaar als je niet ethisch handelt. Hoe langer hoe meer. Recht en moraal overlappen elkaar in steeds toenemende mate. En dan is mijn vraag, hoe doe je dat? Hoe bereik je enerzijds de zekerheid van de transparantie, de oprechtheid, de helderheid, het recht voor de raap zijn? En anderzijds de zekerheid van de keurigheid. Mensen die op de juiste manier zich gedragen in de samenleving. Wel nu, dat bereik je niet. Een groter aantal wetten staat een grotere openheid, transparantie, oprechtheid in de weg. We willen zeker zijn over de keurigheid, zeker over de openheid, maar ze staan met elkaar in spanning. Als we een duidelijke oplossing willen, verliezen we onszelf. Duidelijkheid, helderheid. Een catastrofe en een verarming van ons ondermaanse bestaan. Ik keer nu terug naar professor Vermeers. De enige filosoof die ik ken en die ik gelezen heb. De Immanuel Kant van de Lage Landen. Ik had ooit een debat met professor Vermeers voor het Gerard Walschap Genootschap. Ik weet niet of deze Vlaamse schrijver u nog bekend is. Hij was vroeger wereldberoemd. Maar in de 50's. En het gesprek ging over het enige onderwerp waar ik graag over spreek, het hier namaals. Waarom spreek ik er graag over? Ja, omdat het moeilijk kan geverifieerd worden. Je kan de grootste onzin debiteren. Niemand kan dat volslagen ontmaskeren. En Etienne en ik, wij worden altijd gedacht, ik word geacht katholiek te zijn en hij gelooft in het ongeloof. En zo worden wij altijd samen in conferentiezalen bijeen gedreven om een doorgaans bejaard publiek een prettige avond te gunnen. En de vraag was, gelooft u in het hiernamaals? En Etienne begon onmiddellijk met een aantal problematische punten op te noemen als man die in de wetenschap gelooft. Hij zei, ja, ik kan het niet geloven, want daar zal geen plaats zijn. We gaan ruimtelijke problemen hebben in het hiernamaals.
Hoe kan je daar al die overledenen op een decente manier stockeren? Op zo'n wijze dat ze ook nog genieten van dat hiernamaals. Want als je gewoon opgestapeld wordt tot in de eeuwigheid, daar is toch een soort comfortdeficit in te ontwaren. Oké. En dan zei hij ook, ik heb een tweede probleem. Hoe kom ik terug? Hoe kom ik terug? Als een jonge, knappe, beloftevolle kerel die de wereld gaat bestormen, die nog niet weet dat hij jezuïet gaat worden en gaat uittreden, maar die voelt dat de wereld voor hem open ligt. Dat is de eerste mogelijkheid. Tweede mogelijkheid, de filosoof in de kracht van zijn leven. De wijze man die Vlaanderen, laten we zeggen, intellectueel kerstend, die Vlamingen laat zien wat denken is. Un homme sûr, zoals men zegt in vlekkeloos Nederlands, waar je kan opbouwen. Of derde mogelijkheid, een incontinente oude man in een bejaardenhuis. Ik heb hem onmiddellijk gerustgesteld, in zijn geval het derde. Daar kan geen twijfel over bestaan. Hè. Je verdient een beloning naar wat je in je leven allemaal hebt uit of aangericht. Maar wat interessant was aan het verhaal is hoe de zekerheid uiteindelijk elke vorm van fantasie, verbeeldingskracht, wilde en waanzinnige mogelijkheden in de weg staat. De zekerheid bepaalt door tijd en ruimte, want daar ging het eigenlijk om. Ruimte, er is geen plaats in het hiernamaals, en tijd, ja, hoe kom ik er juist aan? Terwijl, denk ik, je het hiernamaals op een positieve manier moet zien. Persoonlijk geloof ik dat het wel degelijk bestaat en dat we daar rijstpap zullen eten met gouden lepeltjes. Natuurlijk zijn er dan een heel aantal mensen die onmiddellijk gaan zeggen, ik lust geen rijstpap. En dat is natuurlijk ook juist, want het is een oud beeld, iets wat al heel lang bestaat. En ja, de smaken zijn veranderd. De smaken zijn minder zoet geworden. We houden meer van bitter. Je hebt dat ook bij champagne bijvoorbeeld. In het begin van de 19e eeuw, beeld u in, dronk iedereen demi-sec. Wat wij vandaag als mierzoet derde rangsmateriaal van de hand zouden wijzen. Nu is het brut en extra brut. Dus de beelden zijn wat verouderd. Akkoord. Maar daar gaat het niet om. Wat is de betekenis van rijstpap eten met gouden lepeltjes? Wel, de betekenis is eigenlijk redelijk eenvoudig. We weten zeker dat het dat niet is. Anders zouden we ons toch wel ongelooflijk vergissen. Maar dat is toch een zekerheid, een kleine zekerheid. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat we tot in de eeuwigheid rijstpap gaan eten met gouden lepeltjes. Mocht het toch zo zijn, dan vind ik het zo goed gevonden dat ik er mij bij neerleg. Dan zal ik er mij in oefenen. Maar het is niet waarschijnlijk. Wat zit er volgens mij wel in? Dat je het openlaat. Dat er misschien wel wat gaat gebeuren. Dat je dat kan hopen of verlangen. En waarom zouden de wildste verlangens juist niet die verlangens zijn die uitkomen? Ook daarin zijn we soms heel beperkt. Vaak denken we, het is te mooi om waar te zijn. Maar waarom zouden alleen de lelijke dingen waar kunnen zijn en niet de mooie? Onzekerheid. Het plezier van de onzekerheid. Waardoor de kracht van de speculatie terug naar boven komt. Argumenten die kunnen worden gehanteerd zonder dat er een zekere conclusie komt. Dat zijn toch de leukste wetenschappen. Als je het allemaal vindt, de oplossing ontdekt, dan is het gedaan. Maar het nodeloos en wat nutteloos speculeren tot in de eeuwigheid, fantastisch. Dat is een vorm van hiernamaals voor wetenschappers hier op aarde. Ik kom tot mijn laatste punt in verband met onzekerheid en zekerheid. En excuseer mij dat ik steeds weer over het hiernamaals spreek, maar ik ga het wel iets gezelliger houden en er nu ook de dood aan toevoegen. Op het einde van ons leven, u hebt dat misschien ook al gelezen en in uw omgeving gemerkt, volgt traditioneel de dood. Het is nu eenmaal zo. Ik zelf zie dat als een constructiefout van de schepping. Niet alles kan volmaakt zijn, maar we moeten er nu eenmaal mee leven. Nu is de vraag, hoe doe je dat? En vroeger waren mensen die met de dood bezig waren er eigenlijk niet zo mee bezig, omdat ze, en ook hier kom ik weer op terug, daarna het hiernamaals verwachten. Het probleem met het hiernamaals is
dat het inmiddels, zeker in landen als Nederland of België, is afgeschaft. Of minstens wegens werken gesloten of zo. Het is een no-go-zone geworden waar je nooit helemaal gerust kan in zijn. En daardoor gaan de mensen, en hier wordt het pas gruwelijk, mikken op een mooie dood. Een mooie dood. En dan bedoel ik niet euthanasie, dat is natuurlijk de letterlijke vertaling ervan, dat laat ik helemaal terzijde. Maar gewoon, we willen zo mooi mogelijk sterven. De zekerheid die we vroeger in het hiernaam al zagen, willen we nu vinden in de wijze van het doodgaan. Dat kan niet perfect genoeg verlopen. Je sterft omringd door al je familieleden nadat je van iedereen hoogst persoonlijk afscheid hebt genomen. Het verhaal moet af zijn, afgerond. De perfectie en het eschatologisch perspectief wat we vroeger in het hiernamaals zagen, moet nu liggen in de schoonheid van het sterven zelf. En daar zitten toch ook een aantal heel vreemde illusies in. Wat betekent afscheid nemen eigenlijk? Wat zeg je dan? Hoef je dan wel alles te zeggen? Kun je alles zeggen? Of is het misschien niet beter om gewoon elk woord dat we spreken de kans te geven het laatste te zijn? Mark Twain zei ooit, geef elke dag in je leven de kans om de mooiste in je leven te zijn. Misschien moeten we gewoon loslaten. Geen laatste woorden willen spreken. Maar elk woord dat we uitspreken, de gelegenheid, de kans geven om mogelijk het laatste te zijn. Vanmiddag moet ik in Leuven naar een academische zitting van afscheid van een hoogleraar. Daarnet kreeg ik een sms'je van mijn secretaresse, waarin stond dat hij vannacht overleden was, dat de zitting toch doorging en dat ik een woordje wilde zeggen bij het begin in plaats van op de receptie. Laat elk woord de kans het laatste woord te zijn. En dan het gesprek met familie en vrienden rond je doodsbed. Het feit dat ze daar verenigd zijn, wat betekent dat? Is het eenheid of schijneenheid? Reeds is er een vreemd loensende schoonzus die in een hoek van de kamer staat. Je kan de gedachte niet raden van alle mensen die daar aanwezig zijn. Het plaatje klopt, maar alleen visueel. En zelfs een begenadigd fotograaf kan de loopholes in het perfecte plaatje heel goed aangeven. De zekerheid, de schoonheid, het afgeronde. Laten we gewoon gaan voor een simpel en wat morsig bestaan, waarin wij de onzekerheden omarmen en aangrijpen om te peilen naar de diepe roerselen van onze ziel en de vreemdste meanders van onze gedachten. Laten we vooral zoeken naar de dingen waarvan we weten dat we ze nooit kunnen vinden. Maar laten we in stijl en allure de scherpe kanten van ons bestaan strelen. En weten dat juist omdat die scherpe kanten bestaan, ons leven de moeite waard is. Laten we niet vluchten in onzekerheid. Laten we de onzekerheid omarmen en haar tegelijk het wantrouwen geven dat ze verdient. Bedankt.